Laat me mijn broer even bellen, Hans. Bro. Yo, Hans. Hoi, broski. Yo, hallo, zo. Ik klonk een boos, man. Ja, ik was aan het rennen, man, bro. Naar het garage, man. Oh, zee. Je bent ook, ik sta hier ook coast autoloos. Kan je mij zo ophalen als ik jouw locatie stuur? Ja, stuur mijn locatie, bro. Oké. Ik ga mijn auto pakken, man. Oké, dankjewel, Hans. Ja, graag gedaan, broski. Hoi, Hans. Ja, doei. Ach, jongens, dat wordt weer hard wachten op Hans. Gelukkig heb ik mijn stoeltje nog uit Zuid-Korea. Oh, jongens, oh, de volgende alweer. Een goede dag, NS. Yo, Peter. Yo, NS. Ik ben hier onder een brug. Wacht eens. Hallo? Oh, ik heb een bakje gestolen! God af! Kom maar ophalen, mijn Hans is ook onderweg. Waar ben je? Waar ben ik? Onder een brug. Ja, welke brug? Ja, 3203. Maat. Pilbox Hill. Sturen, broer. Jij kan Pilbox Hill. Ik ben bij Pilbox Hill. Ja, maar ik weet niet waar de fuck dit is. De René dubbel aan. Ik ben op de vochtige scheetlaan, broer. Oh, maat. Je broek zit vol. Nou, maat, ik stuur jou even een... Ja, snel, voordat die jongen acht. Oh, hij heeft me bericht. Oh, gaan we hem zo meteen beroven. Wie? Die jongen, ik heb zijn wakkie gestolen, maar ik heb mijn nummer gegeven, per ongeluk. Wacht even. Kom eerst hier even naartoe, want dit snap ik niet. Ja, waar de fuck ben je? Stuur je locatie. Ja. Oh, jongens. Zit wel prima zo. Niks aan de hand. Mijn geld begint wel steeds meer omlaag te gaan. Ik word binnenkort echt onder een brug slapen. Wie de fuck is het? Hallo? Gaat het, meneer? Meneer, ik zit gewoon lekker hier, man. Nee, ik voel me gewoon alleen heel veel. Ik zag je alleen zitten en ik dacht... Denk je dat ik eenzaam ben? Wil je dat zeggen? Nee, weet je wie ik ben? Weet je wie ik ben? Nee. Ik ben de brug, de Peter Piet. Peter Piet? Ja. Oh, nee, met jou ook zeker. Ik heb al zo vaak jouw naam gegooid in de stad. Ja, maat, ik ben berucht. Ik ben wel eens keer als vak geworden, maar verder ben ik wel berucht. Hoe is dat gekomen als ik vragen mag? Maat, ben jij dokter Veelhoelen? Nee. Maat. Ik probeer alleen gewoon te vragen lief te zijn. Lief jou niet, maar... Hey, wie de fuck is dit? Heb je ook een probleem? Ik heb lekker chocomel. Hassie. Yo, broer. Chocomeloule. Lekker chocomeloule. Klinkt zo fout. Oh, man. Hey, NS, ben jij dit? Ja, bro. Oh, deze heb je... Wacht, hey, Hans, rij ons achterna. Kom. Heb je deze net gekaapt? Bro, ik ga je precies uitleggen wat die story is. Ja. Dus ik ga het fucking hard aan. Ja, maat, mijn broer is er nog. Hans, wat doet Hans allemaal? Hans, gaat die goed? Hans, wat doe je allemaal met die golfie van je? Ik blaas me gewoon, broski. Oh, de? Oké, dus je hebt deze auto net gejat. Ja, bro, weet je wat er gebeurde? Wat dan? Ik ben zo aan het lopen. Maar ik heb geld nodig toch om mijn eigen auto bij de ANWB op te halen. Ik hoop dat het echt een goed verhaal is. Ja, bro, dus nu... Hans, hou alvast die vuist redden. Als hij een kutverhaal heeft, dan geef hem een paar stompen. Nee. Oké, dus vertel. Nu, ik spring gewoon voor die auto. Ik zeg, joh, ik heb geld nodig. Hij zegt, joh, stap in. Ik zeg, ja, toch, school. Hij zegt, geef me je nummer en als ik geld heb, ga ik je sturen. Blablabla. Dus hij stopt bij de bank. Mm-hmm. Hij wil gaan pinnen. Maar ik als mokker zijnde, broer, ik zie die sleutel in die contact. Ik sna die dingen. En ik ga weg met die orde. Ja, ik vond het ook maar een kutverhaal, man. Kutverhaal, zeg. Luister. Maar hoe heb je hem... Gestolen. Hey. Oh, maat, dit wil je niet. Stop. Ja! Maat, niet gek doen, NS. Ik ben het zat. Zou je eigen Martina steken? Je bent raar, man. Oh, wil je ambulance? Ah, help! Oké, maar luister dan. Het gaat nu niet om die auto. Ik heb zijn nummer nog. Hij wil nog steeds geld geven. We kunnen maar, gewoon maar hoe geef je... Hij zei, geef me jouw nummer, in de toekomst ga ik jou geld sturen. En dan stuur je zijn auto, dan heeft hij al jouw gegevens, lul. Ja, maar daarom kunnen we hem rippen, van, hey, wil je auto terug, weet je toch? Sorry dat ik je auto heb gestolen. Ik heb hem verteld, ik sta 2 ton in de min, toch? Dus hij had een beetje medelijden met mij. En dan stuur je zijn auto. Ja, dus dan zeg ik gewoon van, joh, luister, dan sorry. Hans, wat vind je daarvan, man? Ik vind het een beetje een raar verhaal allemaal, man, bro. Ik weet niet. Denk je dat ik jullie oplicht of zo? Rustig. Maar ik denk... Hey, niet zo stemverven tegen mijn broer, hè? Pas op, hè. Dit is Hans Piet, hè. Hans Piet is gek. Hans Piet, laat zien hoe gek je bent. Oh, dit. Oh. Gaat met respect, hè? Wat paard met de... Maat! Oké. Oh. Allebei. Oh, sorry, Hans. Dat is de verkeerde. Mijn niet. Ah! Oh. Je bent ineens bokser geworden met het ontwijken van je. Oké, genoeg. Gaat het? Oké, jongens, het slaat eigenlijk nergens op dat we zo aan het vechten zijn, man. Oké, wat gaan we doen? Ja, we kunnen hem rippen. Kom. Jij wil rijden? Oh nee, ik mag rijden. Nou, laat mij rijden. Oh ja, toch? Stap in, man. Ah, ik ga hem bellen, wacht. Oh, bro.
Nee, oh, wie stond er op de weg? Oh, ik heb geen airbags in deze auto, hè, bro. Oh, maat, dit gaat helemaal niet goed. Bro, waar ben je? Ik wist zo dat ik je auto heb gestolen, man. Oké, is goed, ik kan niet. Stuur locatie. Oké, ik denk dat ik aan het heden ben. Maat, jij bent slechtste acteur in geschiedenis. Nee, wacht even, jij bent slechtste acteur in geschiedenis. Waarom? Dit klinkt toch niet geloofwaardig, man? Jawel. Hij wil naar mij toe komen, bro. Oké, waar dan? Dat is wel een goed teken. We moeten een mooie locatie hebben waar we hem kunnen catchen, off court. Ik weet wel een plek. Ik heb Hans ook even locatie gestuurd. Luister, bro, we hebben een plek gekozen die te open is. Nee, maat, dit is goed. Kijk, ik ga hier even stoppen, achter Paul. Ik hoor hem volgens mij. Ga weg. Oh, jongens, NS met zijn kut ideeën altijd. Voor mij rijdt hij erboven. Shit, oh, dat is helemaal fout. Yo. Luister. Hij gaat zo meteen komen, ik hoor ijs boven toch? Hij gaat zo meteen naar beneden komen. Wanneer ik fluit, kom jij tevoorschijn. Rennen met je mes. Oké. Okay. Oh, normaal! Oké. Mag ik zelf bepalen wat ik zeg? Oh, ja, als je dat wil. Kijk, ik geef van je advies, snap je? Die handen omhoog niet zo heel dreigend, nee. Dus wat denk je van, ja. Ja, maar ik bepaal het zelf wel. Zet je masker aan de sop. Misschien kan Ralfie komen, ik weet niet of je... Oh, deel. Maar dat kan wel fout gaan, hè? Oké, we zien het. Hij moet komen, hij doet koude lang. Moet je... Oh, dit. Hey. Ah, Ernest met zijn ideeën. Dit wordt wat. Voor mij komt hij. Ik vind gangsters zo dit. Nee, wat op wie? Hey, wat boos. Sorry, man. Ik heb je afgestolen. Later ga je nog aan de... Wat zei je? Later ga je nog betalen aan broodje. Oh, ik was een keer net pas. Ja. Hey! Wat wil je? Jij daar met je Mexicaanse snoei, snoei! Hoeveel geld heb je op zak? Ik heb 600 euro, wil je die? 600? Maat, hou die 600 euro. Moet ik jou geven? Nee, ik hoef het niet. Maat, dit is de slechtste. Wow, ik zeg eerlijk, hoor, ik doe mijn mes. Sorry, man, dit is de gaarste overval ever, man. Ja, toch, maar knuffel. Ik pay je ook later, geen stress. Een knuffel? Pay je ook later, ik ga je ook betalen later, ja toch? Nee, ik hoef geen geld van jou, maat. Zo. Wil je zeggen dat ik geld nodig heb? Hoor, ik ben niet zo zwerver als hem, hè, dat ik 200k in het midden sta. Wat zei je? Oké dan. Oké dan. Wat? Ik kan niet... Je hebt geluk dat ik een blokkade heb en dat ik niet kan slaan. Want ik zei helemaal... Hier, kijk met wie ik ben. Met Hans aan het hart. Oh, sorry, maat. Ja, wel goed slaan. Ik ga eerlijk zeggen, Peter Piet is sterk. Maat, kijk waar je me in... Hey. Hij zit aan je broertje, Hans. Wat is er allemaal gebeurd? Hij zit aan je broertje. Maat, slechtste idee ooit, man. Slechtste beroving ooit. Maat, ja. Ik denk die man heeft stapels met geld bij zich, man. Hey, bro, kan ik je één ding vragen? Ja, toch. Wil je niemand vertellen over deze beroving? Gewoon puur omdat dit de slechtste beroving ooit is, man. Nee, ik vertel niemand, man. Anders neemt niemand mij in de stad meer serieus. Nee, ik vertel aan niemand. Jij bent mijn G, of niet? Ik weet niet of ik je G ben, maar... Oké. Ik mag je wel. Ja. Mag je ook. Hey, thanks, man. Nou, bro, fijne dag. We gaan er weer vandoor. Mag ik je nummer? Jij lijkt echt eenmaal. Mijn nummer? Ja. Wil je me fixen, Oele? Waarom vraag je mijn nummer? Nee, hoor je. Ik ben een chille gast, of niet? Dat is lof. Hans. Yo. Het volgende? Dit was de meest nutteloze overval aller tijden. Het meest slechtste beroving ever. Ja, maat. Ik denk die man komt met stapels met geld, joh. Heeft die 600 piek bij zich. Want ik ga nooit meer luisteren naar NS, man. Bro, ik weet niet of het gaat lukken, maar ik denk dat we NS... Maar bro, wat hebben we nou eigenlijk beroofd? Ja, helemaal niks. We moeten... Nee, helemaal niks. Oh, dit. What the fuck? Piek daar neer. Godverdomme. Zo, wie gooit zijn fiets daar? Probeer je nou weg te komen van NS? Maat, wat doe je allemaal? Zo, jij moet ook niet een getaway driver worden, maat. Maat, denk je nog waar je naartoe moet? Nee, maat. Jij bent helemaal verdwaald, joh. Zie ik van boven dit? Ja, joh, hier naartoe. Je gekke fuck ook altijd. Broodje halen. Lekker broodje hoelen. Moet jij lekker broodje hoelen. Hé, hey, Peter. Jo. We kunnen die mannetje gebruiken als... Oh. Wat staat daar? Ja. Hij wil niet. We kunnen hem gebruiken als... Peter. Hoe noem je dat? Hostage. Maar we hebben helemaal geen motor hier, man. Ja, maar we hebben wakkie. Ja, maar in dit wakkie gaan we niet... Ja, man. Oh, nee. Maar ik denk dat hij ons doorheeft, man. Nee, denk niet meer. Wow, we gaan alles kwijtraken. Hij denkt ik ben Mattie. Maar laat me dan een motor halen. Hou hem hier. Nee. Doe maar. Doe die kalopie van af. Maat, hou hem hier tot vriend. Ik ga eventjes...
Ik ga eventjes de motor halen. Bobo, smek niet in mijn oor! Smek niet in mijn oor! Luister, luister. Die man is net met motor gekomen, toch? Ik ga zijn motor gebruiken als Carlo Getaway auto. Vehicle. Snap je? Wat? Als een motor gebruiken als auto? Hoe doe je dat dan? Nee, nee, nee. Luister, ik ga zijn motor waarmee hij is gekomen, die ga ik gebruiken om weg te komen. Pak jij die walkie van Hans? Ga samen met Hans. Ik ga met die jongen. Ja, ja, ja. Ik ga samen met die jongen ga ik terug, ga ik zijn motor halen. En rijd ik weer terug hierheen. Heb ik helemaal hostage. En dan kom jij ook weer terug met je motor en dan beginnen. Hey, let's go. Hans, kom. Hey, wat is je naam ook weer? Mootje. Laat me verdrijven als je wilt. Ik ga niet instappen, Hans. Hans. Oké, Hans. We moeten eventjes naar een garage. Zet even waar ik een garage waar ik mijn voertuigen kan terugkopen. Dit wordt de planning, man. We gaan even een motor halen. En dan gaan we overval plegen, maat. Ben je ready daarvoor, Hans? Eigenlijk niet, bro. Maar ja, let's do it. Je bent niet ready? Ja, natuurlijk ben ik ready. Oh, ik dacht jij durft niet meer. Ja, NS. Yo, yo. Ik heb alles ready. Ik moet alleen nog eventjes een ding halen, man. Een motor. Ik zie je daar. Zie je daar. We gaan die gas hostage gebruiken. Lekker, man. Maat, waar rij je allemaal heen, man, bro? Maat, naar die locatie toe. Waar anders, Hans? Dat is die garage daar. Hé, hey, spring uit hier. Zo. Ja. Hans, ik heb hem. Stap achterop. Mag ik mee? Maat, stap op, hij is open. Oké, we moeten even een paar dingen doen. Laten we eerst even tanken. Hans, ik kan best wat geld gebruiken, maar ik hoop dat dit gaat lukken. Yo, hoe heet jij ook alweer? Mootje. Oh, dit, Mootje. Ik zal me even voorstellen. Ik heb hem helemaal niet voorgesteld. Mijn naam is... fucking handen omhoog! Handen omhoog! Naar binnen! Naar binnen! Hé! Hey! Handjes omhoog, handjes omhoog. Handjes omhoog, verkeerde plek. Verkeerde plek. Verkeerde plek, verkeerde tijd. Die masker op. Ah shit, ze hebben mijn gezicht gezien. Maakt niet. Jullie hebben mijn gezicht niet gezien. Oké. Oké. Ik kan niks gezien doen. Gelukt. Jongens, de kluis is nog leeg, maar ik denk dat die zo weer wordt gevuld. Kwartier. Te lang. Nee, lukt. We moeten ze even hertelen. Hey, heren. Welkom bij de je wordt vandaag overvallen show. Vandaag hebben we te gast. Mootje. Jamairo. Welkom bij de avondshow. Vandaag hebben we twee te gasten die een act gaan doen. Ze gaan een act doen. Ja, deze twee heren zijn getalenteerd. Maat, jij bent echt een gebaalde. Jij bent echt een gebaalde. Luister, dit is mijn eerste keer. Luister. Jij bent echt een gefaalde presentator, man. Het is mijn eerste keer, jongen. Ik word hier niet voor betaald. Oké, in ieder geval. Deze twee jonge heren zijn zeer getalenteerd in wat ze doen. Mo, waar ben jij goed in? Voetballen. En wat nog meer? Vast eigenlijk. Ja, alleen voetballen, man. Oh. Jamairo, waar ben jij goed in? Pizza stelen, man. Pizza. De redactie heeft het niet verteld, bro. Het zijn geen goede verhalen. Oh, wacht. Jamairo, heb jij je matties geroept? We gaan iemand eraf halen nu. Wie heeft zijn matties geroept? Ik niet. Wie heeft zo'n matties geroepen, hoor? Ik ben die kill naast mij, ik zeg jou eerlijk. Heb je communicatie afgenomen of niet? Nee. Oh, jij bent zo'n slechte overvallen, jongens. Nee, jij moet dat doen, maat. Moet ik alles doen? Je matties gebeld. Nee, ik zweer, ik heb niet gebeld. Ah, je telefoon is afgepakt. De politie moet snel komen, man. Maak melding. Ik ga hem pakken. Oh, zit. Nee. Maar welkom bij de overvalshow. Hier komen we naar binnen. En we hebben weer een nieuwe kandidaat van de overvalshow. Meneer, doe uw handen maar even omhoog. Hey, welkom bij de gang, man. Kom op je knieën. Ga maar rustig op je knieën, pak je komst even af. Je communicatie is afgepakt. Oh shit. Assalamu alaikum. Kom, assalamu alaikum. Had het niet tegen jou volgens mij, maar... Sorry. Maakt niet uit. Hey, hoe heet jij trouwens? Ik ben Finn. Hoe? Finn. Oh shit, wel heel veel... Jongens, ik word een beetje zenuwachtig. Je hoeft niet. Heren, ik wil jullie weten, zitten jullie goed qua eten en drinken? Ja, man. Hebben jullie lekker gegetelijk gesnoept? Ja, ik kan nog ietsje meer. Ik heb wel echt een broodje nodig, man. Hé, hey bro, haal even een beetje broodjes, man. Hans. Oh, mijn. Nee. Oh, nee, ik zei hamsie, maar hap, hey, hap. Hou even een broodje. Nou, een goeie dag. Jullie mogen binnen wachten weer. Oh ja toch. Jongens, er is helemaal niks aan de hand, hè? Nee, gewoon winkelen. Dit kan allemaal, we zijn gewoon aan het winkelen. Het kan allemaal gewoon goed verlopen. Er is gewoon niks aan de hand. Dus wij kunnen afschalen? Wat is afschalen? Wij kunnen wegrijden. Ah, als jullie willen, prima. Niks aan de hand, joh. Ja, dit is een opnames. Dit zijn opnames voor een... welkom bij de overvalshow. Nieuwe sketch. Oh jee, ik hoor een bekende. Oh nee, toch. Ah, shit. Nee, die heeft TBS nog. Ik ken deze. Oh, hij kent mij, jongens. Oh. Wat? Hij kent mij. Wie? Ja. Oké, kom. Okay. We gaan gewoon door met de show. Hans. Hand je bek nou. Nee, ja, dan ga je automatisch. Ik zeg toch niet zijn naam.
Oké. Hey, pak je camera. Ha, pak je camera. Een hele goede middag. Hey, ik ga niet zomaar zo naar binnen, man. Dit is toch Ralfie? Dit is Ralf. Nee, dit is geen. Ja. Nee, dit is geen Ralfie. Jawel, zeker. Nee. Ja. Dit is een universeel masker. En ook een mooie Ralf Lauren trui. Wow. Ah, hij is wel mooi, hè? Hij is wel mooi, die trui. Ja, ik ga niet zeggen dat hij lelijk is. Nee, zeker niet. Dit is een hele mooie. Maar goed, luister, er is niks aan de hand. Jullie kunnen gewoon weggeven. We zijn bezig niks met aan de hand. Nee. Kijk, dit is de welkom. Oh mijn god. Kom eens. Wat nou? Nou, meneer de cameraman, succes met die werk. Wel die kluis. Heeft ook stem. Wat kluis leeggehaald? Wacht. Die kluis leeggehaald? Ah, mooi. Hey, wat is hier nou? En nogmaals, Aaron de Jager, Aaron. Hey, Aaron, hoe is het met je? Hey, meneer. Met mij? Ja, hoe is het met jou? Nou, met mij wel goed, maar ik heb eerder de vraag aan die heren die op de grond zitten. Nee, maar mag ik nog even iets uitleggen? Nou, dit is welkom. Nee. Dit heet Welkom bij het Overvalshow. Dus dit is eigenlijk, je moet het gewoon meer als een sketch zien. Kijk, het gaat goed, heren, toch? Jullie zijn gewoon allemaal, dit is allemaal een scène, toch? Zeg ja. We zijn bezig met de film. Kijk, wat een film. Er is niks aan de hand, meneer. Niks aan de hand, maar we willen gewoon realistisch laten lijken. Ik krijg via mijn oortje te horen dat er nu toch een alarm afgaat die binnen. Ja, maar dat film moet wel realistisch zijn, toch? Dus realistisch is niet. Ik zal het u even uitleggen. Dat alarm gaat niet voor niets af. Meneer, ik zal het u even uitleggen. Het nieuwe nieuwszender TDA Polis heeft ons erop uitgestuurd. Oké, heb je daar documenten voor? Mag ik alsjeblieft even uitpraten? Jeetje, Mina, je bent wel echt op mijn huid, hoor. Ja, ik ben heel streng, dat weet Ralfie ook. Ik zal het even uitleggen. De redactie van TDA Polis Nieuws heeft ons erop uitgestuurd om een avondshow te maken over opsporing verzocht en hoe dat nou eigenlijk gaat. Dus wij zijn eigenlijk op pad gestuurd om dit te doen. Dit is een reconstructie. Daar zijn we nu mee bezig. Dit is een reconstructie die we aan het filmen zijn. Ja, het is eigenlijk heel handig dat jullie ook zijn gekomen als politie zijn. Hè? Maar jullie kunnen nu weer weg. De beelden zijn geschoten. Dat gaan we nog even niet doen. Want nogmaals de vraag. Het verhaal snap ik. Oké. De vraag is of jullie papieren ervoor hebben die ondertekend zijn. Ja, die nemen we niet mee naar reconstructieshows helaas. Nee, ja, dat is wel verplicht, want anders moeten wij jullie nu ter plekke aanhouden, controleren. Want ik vraag mij ook af waarom men... in ieder geval laat ik zo zeggen, ik heb hem nog niet gevoeld en ik hoop hem ook niet te voelen vandaag. Maar dat mes ziet er toch tamelijk echt uit en tamelijk scherp uit. Waarom die wordt gebruikt in plaats van... Hoe noem je dat ook weer? Dit is een oké, ik ga gewoon eerlijk met je zijn, de heer Aaron. Dit is een echt mes, ja? Maar tegenwoordig zijn die camera's 4K, 8K, 16K, je kent het wel. Dus als je een dummy mes gebruikt, dan zie je op camera. Je ziet dan dat het nep is, snap je? Dus we moeten wel met echte spullen werken, anders gaat het niet lukken. We willen wel het echte gevoel overbrengen, snap je? Oké. Dus ja, dat is eigenlijk de reden waarom we echte mes gebruiken. Meneer, kan u iets naar achter? Ik hoef niet uw adem, zeg maar, te ruiken. Ja, ik weet het, maar zijn adem stinkt nee, echt, nee, man. Nee. Nou, dat laat ik zo zeggen, het ruikt niet fris. Dat is wel beter, zo. In ieder geval, waar het eigenlijk nu op neerkomt is... onze cameraman heeft de beelden geschoten. En we kunnen nu eigenlijk gewoon weglopen. Ik denk dat we dit het was, toch? Ja, we kunnen bijna gaan. Ik denk dat wij nog even moeten wachten. Ik krijg ondertussen een telefoontje, ik ben zo bij jullie terug. Laat het duidelijk zijn, mochten jullie vertrekken... voordat wij akkoord hebben gegeven, zal er wel geweld worden toegepast. Puur uit protocol. Dus wacht gewoon eventjes totdat we dit hebben onderzocht. Yes? Yes. Oké. Maat, kan ik even naar achter. Maat, weet je hoeveel ik heb gekregen? Wat? Maat, ik kan mijn ogen niet geloven. Wat heb je gekregen? 4600 euro.